Het academisch ziekenhuis Paramaribo ACP heeft gisteren ceremonieel een echoapparaat in ontvangst genomen van het grootbedrijf IM Gold. Deze schenking is een hele opluchting voor de afdeling radiologie, die al enige tijd zeer gebrekkig functioneerde vanwege het uitvallen van drie van de vier echoapparaten. Dit wordt ook benadrukt door Nicole Fernandez, waarnemend hoofd van de afdeling. Volgens haar. Betekent dit dan ook een geweldige vooruitgang voor de radiologie? Eigenlijk ook, um, een, uh, het, is, het, is een, het is heel belangrijk voor ons dat we echografie weer optimaal kunnen uitvoeren. Want dat konden we enkele maanden geleden niet, omdat uh, drie apparaten van ons eigenlijk uh, stuk waren. En uh, sinds december kan dit dus weer optimaal uh, plaatsvinden. Echografie, uh, waarom is echografie zo belangrijk? Het is een, is een simpel en relatief goedkoop onderzoek waarmee je heel veel kan uh, diagnosticeren. Het echoapparaat apparaat heeft een waarde van 100.000 US-dollar. Dit apparaat sluit volgens Fernandes goed aan bij het MAMA-project van het ziekenhuis dat preventief, en tijdig onderzoek voor een snelle detectie van borstkanker voorstaat. Sinds ze in gebruik namen van het apparaat in december zijn er ruim 1100 personen onderzocht. AZP-directeur Claudia Marika Ridan roemde het partnerschap tussen het AZ-ziekenhuis en I Am Gold. Het is namelijk niet de eerste keer dat de multinational het AZP heeft ondersteund. Het was Ion Gold die vorig jaar ook de aanschaf van de nieuwe 3D mammograaf heeft gefinancierd voor een bedrag van 1,9 miljoen SRD.